De geplande haven voor de kust van Urk moet zo'n 400 banen opleveren. En dus is het goed voor regio en economie. Bijna iedereen is daarom voorstander van de haven, maar toch komt Flevoland er niet uit met de Rijksoverheid. Doet het Rijk moeilijk? Het Rijk is een partner waarin wij de haven moeten ontwikkelen. Wij vertrouwen erop, op grond van uitspraken van de minister in de Kamer, dat uiteindelijk het Rijk ook alle medewerking zal verlenen. Maar u geeft nog geen antwoord op mijn vraag. Doet het Rijk moeilijk? Nee, het project is moeilijk en we moeten af en toe met elkaar heel stevig het gesprek aan om tot de juiste oplossing te komen. Ja, dat doet u al jaren, hè? Dus nogmaals mijn vraag, doet het Rijk moeilijk of doet u moeilijk? Nou, het is een moeilijk project. Dat heeft onder meer te maken met de plek waar de Buitendijkse haven moet komen. Die grond is van het Rijk en die is niet van plan om het uit handen te geven. Terwijl Flevoland dat wel graag wil. Daarnaast discussiëren de partijen over de rol en de taak die Flevoland bij de ontwikkeling van de haven op zich wil nemen. Die gaan over btw, die gaan over fiscaliteit, die gaan over begrotingsregels, over hoe nemen we het nou op in onze boeken. Allemaal heel technisch. En we zitten nu met elkaar te spreken over een ontwikkelingsmodel waarin al die problemen zijn opgelost. En die willen we ook medio juni echt opgelost hebben. Als het nou niet rondkomt in juni, is het dan gewoon een kwestie van afblazen, die haven? Nee, we geven niet op. Ik ga ervan uit dat dat gewoon lukt. Koerst op juni. Ja, dat is de 100% inzet.